Jongens, we zitten nog steeds vast in de gevangenis van de nieuwe FBI-agent genaamd Frank. In de vorige video zijn we hier tijdelijk opgesloten. Heeft hij ons armor afgenomen, maar niet mijn andere spullen. Dus ik zou technisch gezien gewoon dit muurtje hier weg kunnen hakken als ik zou willen. Ik ga het niet doen natuurlijk, want dan zit ik helemaal in de problemen. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn. Voordat deze video begint, abonneer even en like even. We gaan voor 5000 likes. Dat was de mededeling. Oh mijn god, er staat voor de deur. Frank? Ja, een hele goede dag. Hallo, goeie... zo'n goede dag. Het is letterlijk, je hebt me echt 10 seconden geleden hierin opgesloten. Ja, dat klopt. Mag ik eruit? Oh, eindelijk. Ja, ik heb even de spullen gepakt en het klopt allemaal wel. Ja, dat snap ik. Maar wees in ieder geval wel gewaarschuwd, want het is nou niet eenmaal dat je nou gewoon rond vrij mag lopen. Want we zullen je in de gaten houden. We zullen in de schaduw staan waar jij niet zult staan. We zullen in de schaduw staan die jij niet zult zien. Ja. Of we zullen... Eerst staan waar je ons wel ziet. Ik snap hem. Mochten er rare dingen gebeuren bij gebouwen, kom er niet aan. Ga niet bellen. Ik ga niks doen. Het is mijn stad, maar ik zal opletten. Dat dacht ik. Dan heb je hier vast je schoenen terug. Dankjewel. Ik wist gelijk dan aan. Dan volgende nog. Ik wil je ook even vragen om gewoon normaal te blijven eten. Dat is het beste voor het herstel van uw voet. Waar je al ik last heb geen last van mijn voet! Nou, dan heb je hier vast je broek. Oké, dankjewel. Even kijken, wat waren nog meer de aantekeningen? Oh, geef me gewoon die lighter terug, dan kan ik er vandoor. Oh ja, het belangrijkste. Nee, doe hem op! Doe hem op! Het belangrijkste. Ja? Niet meer reizen door dimensies. Ik zal niet meer door de tijd en dimensies reizen, ik beloof het. Goed zo, mooi. Dan heb je je elytra terug. Even wachten nog, ik ben nog niet klaar. Heel goed. Ja. Mochten we je roepen, mochten we je oproepen, mochten we op wat voor manier dan ook contact met je willen, ga dan niet vluchten. Neem gewoon contact met ons op, dan is het makkelijkste voor alle twee. Ik hoorde het. Ik hoorde het ook. Wat was dat? Dus verdachte buiten. Ja, oké. Kopie. Goed, meneer, ik ben even verder met bepaalde zaken. Ja, wat gebeurt hier allemaal naast? Fijne dag. Fijne dag, man. Ja, fijne dag, Frank. Kijk jij maar wat ernaast. Oh, mijn god. Frank! Frank, wie is dit? Wat? Er staat iemand hier. Ja, dat is mijn collega, maar ik moet echt door. Oh, mijn god. Jongens, hij is serieus nu al collega's. Nee, hij zei al vorige aflevering dat hij collega's zou... Nee. Oh, hij gaat het hele station bemannen. Mijn stad gaat echt volstaan binnen no time. Maar goed, jongens, dat is denk ik een probleem voor in de toekomst. Hij was binnen! Hij was al die tijd binnen, die villager. We hoorden hem net de hele tijd geluid maken. Hij komt van boven. Weet je, ondervraagd of zo. Nou, maakt niet uit. Ik ga lekker naar buiten. Hallo. Oh, mijn god. Fred. Ja? Wat doe je hier? Ik wacht op jou. Hoezo? Ik werd ondervraagd. Het was echt niet leuk daarbinnen. Je hebt hier lang gezeten. Dat valt volgens mij net echt wel... als ik. Ben je opgeladen? Ja. Nou, top. Wat kom je doen? Was je gewoon een maand wachten voor de leuk? Ja. Oké. Dan is het niet echt, ga ik gewoon verder met mijn dag. Wacht. Oké. Wat is er aan de hand, Fred? Op mijn rooster staat dat ik vandaag moet beginnen. Met wat? De bank. Oh, ja. Ja. Jij was natuurlijk de bankeigenaar. Ik had jou tot bankeigenaar gemaakt. Ja. Maar, wacht Fred, kom even mee. Kom even mee naar de bank. Zoals je kan zien is de bank van buiten inderdaad zo goed als af. Dan kan natuurlijk iemand nog een huis naast staan. Maar, het ding is, hij is van binnen nog helemaal niet af. Dan moet ik nog aan beginnen. Ik wil een schadevergoeding. Schadevergoeding? Nee, ik maak het goed met je, oké? Okay? Ik ga nu de bank afmaken. Dan kan jij letterlijk aan het einde van de dag... kan jij beginnen met je taken, oké? Okay? Kan jij de kluis maken, kan jij eigenaar worden... en dan kan je rekeningen openen. Ik ben mijn eerste klant hierdoor al verloren. Nee, hij zegt, mag ik een rekening openen? Anoniem. Hoe zegt hij? Anoniem. Anoniem. Maar er is niks aan de hand, Fred. Oh. Dus als ik nou gewoon nu de bank voor jou af ga maken, dan ga ik helemaal aan de slag hier, oké? Okay? Dan beloof ik dat jij zo meteen verder kan, oké? Okay? Dat is goed. Ja? Dus challenge geaccepteerd. Challenge geaccepteerd, welke challenge? Laat de muziek maar inladen, daar gaan we. De muziek? Waar heb je het over? Je gaat de timelapse starten. Ja, 3, 2, 1. Fred! Boom. We'll be right back.
waar ben je? Wat was dat? Een prachtige timelapse. Je hebt me zelfs geholpen. Maar waar ben je? Jullie bent nog hier. Oh, daar ben je. Dat was leuk. Fred, hoe vond je het om een keer mee te doen met de timelapse? Ik vond het leuk. Ja, je hebt alleen geholpen met deze eerste ruimte. Voor de rest heb je niet echt veel gedaan. Nee. Maar was goed genoeg? Ja. Geef jij me dan eens even een rondleiding door jouw bank waarin wij samen gebouwd hebben. Dat is goed. Kom maar met me mee. Ik loop met je mee, Fred. Dit is de ingang. Oké. Dit is de wachtruimte. Ziet er goed uit. Dan kan je hier lekker zitten zo. Beetje wachten in je stoeltje. Gewoon zoals dit. Ziet er goed uit, Fred. Ja, tapijt. Mooi tapijt. Dus het voelt vast lekker aan je metalen voetjes. Leuk, Fred. Wat is hier? Hier heb je... Dit is een schilderij. Een mooie schilderij. Waarom heb je niet jouw hoofd erop geplakt? Voor niet. Niet op voorraad. Oh, niet op voorraad. Nog niet. Nog niet. Nog niet. Oké, ik kon me herinneren dat ik hier een ander bordje op had gezet met... komt eraan, maar jij hebt er gewoon nog niet van gemaakt. Ja. Nog niet. Wat wordt dit dan? Oh, dat weet ik trouwens. Maar ik weet wat je komt, maar de kijkers niet. Zeg even wat je komt. Nee, nog niet. Nog niet. Oké, duidelijk. En wat is dit, Fred? Wat heb ik hier in mijn eentje lopen bouwen waar jij niet hebt mee geholpen? De bank. Oh, de aanmeldbalie. Oh, dit is de aanmeldbalie. Oh mijn god, wat heb je gedaan, Fred? Nee. Die heb ik helemaal niet gebouwd. Deze robotjes. Oh, deze heb jij gebouwd. Ik vind deze wel leuk, hier met het gezichtje. Deze heb jij neergezet. Oh mijn god, deze heb jij geïnguurd. Dit zijn... Ja. Hier kan ik geld opnemen of zo bij deze robotjes. Dat zijn mijn vrienden. Maar ze... Oké, ik speel wel gewoon even mee. Leuk! Ziet er goed uit. Leuk gedaan, die vrienden van je hier zo. Echt, Ja, mooi. Deze is moe. Hoezo is hij moe? Oh, zijn armpjes staan naar beneden. Error. Error, hij heeft een error. Ik zie het. Maar, dus als er mensen hier voortaan komen zoals ik... Kunnen we ons geld en onze diamonds, ons goud, ons ijzer, kunnen we hiermee naar binnen brengen. En dan kunnen we gewoon aanmelden en dan kan jij een kluis voor ons openen. Dat klopt inderdaad. Maar Fred, weet je wat het ding is? Ik heb hier iron bars gestopt. Ik heb hier iron bars gestopt. Ik heb hier heel veel emeralds gestopt. Weet je hoe duur dit gebouw was voor mij? Mag ik een gratis kluis voor mezelf? Daar ga ik over nadenken. Oké, doe jij erover nadenken. En trouwens, ik kon me niet herinneren dat ik daar bij deze poort levers heb geplaatst. Ach, hallo Fred. Hallo. Kan ik u helpen? Ik wil graag een rekening openen. Dat kan. Graag dan. Oh, oké. Okay. Ik moet nog een beetje inkomen. Dat maakt niet uit. Ik vind het leuk dat jij de eigenaar bent van de bank. En heb, ja, dat is emerald. Hè? Dat is groen. Dat heb ik speciaal voor jou gedaan. Mooi. Ja, mooi hè? Ja. Mm-hmm. Ik ga even een boekje pakken om de rekening te openen. Doe jij dat eventjes. Terwijl jij dat doet... Waar ga je heen? Dat doet niks. De deur werkt niet, Fred. Waarom niet? Weet ik veel. Wat staat er boven? Heel geheim. Moet ik weglopen? Nee. Oké. Okay. Ik snap al wat er fout is. Nou? Ze moeten allebei naar beneden. Oh. Oh! Oh! Oh jee. Je bent te klein of te groot, Fred. Oh! Wat is dat? Wat is dat? Dat heb ik niet gebouwd. Jongens, Fred heeft een geheime kamer. Fred heeft een geheime kamer. Dat heb ik allemaal niet gebouwd. Fred, waag niet om hem dicht te doen. Nee! Jongens, ik heb deze hele bank hier natuurlijk gemaakt. Over de bovenste verdieping trouwens, die komt er nog aan. Daar ben ik nog niet aan begonnen. Maar ik heb niet die geheime kamer daarachter gemaakt. Ik heb daar een ingang gemaakt voor Fred om iets te doen. Hier wilde ik kluizen maken. Althans, dat mocht Fred helemaal zelf bepalen natuurlijk. Wat is hij allemaal aan het doen daarachter? Maar ik heb puur iron blokken hier geplaatst. Zodat het zeg maar een kluis vibe krijgt. En dan mag Fred zelf bepalen wat hij er doet. En blijkbaar... Ik ben letterlijk na dit gaan bouwen, ben ik even gaan avondeten. En ik kom terug online. En Fred... Waar ga je heen? Ja, sorry, ik kom eraan. En Fred heeft dit blijkbaar allemaal al gedaan. Fred, wat heb je gedaan erachter? Wat is dat? Mag ik het zien? Ik heb het boekje gepakt. Oké, okay. Ik kan er alleen niet in voor schrijven. Voor jouw kluis. Het is gewoon een boekje. Oh. Je moet wel over de balie gooien. Ja, wat is dit? Dat is bewijs van jouw kluis. Oh, heb ik kluis 1? Oh, ik voel me vereerd dat ik 001 heb. Ik voel me echt vereerd dat ik kluis 001 krijg. Ik ook. Maar waar is kluis 001? In aanbouw. Die moet je nou bouwen, maar deze kan ik... Ik stop hem in mijn ender chest eventjes, oké? Okay? Hier, zo. Ik zal hem in mijn kistje stoppen, zodat ik hem altijd goed kan bewaren. Dat mijn bewijsmateriaal is dat ik hier een kluis heb, oké? Okay? Ja, want ik heb hem ook. En ik doe hem hier achter in de boekenkast. Doe jij hem maar lekker achter in de boekenkast, oké? Okay? Oh, hij heeft serieus een boekenkast erachter staan, jongens. Ah. Lijp. Deze bank heeft nu al zijn mysteries, terwijl echt letterlijk hij bestaat nog geen dag. Ik heb ook een paniekknop. Wat is een paniekknop? Het alarm. Oh nee, dat is, ik zie hem inderdaad. Wat is paniek dan? Er gebeurt alleen niks. Waarom nou niet? Er gebeurt niks.
Je systemen zijn allemaal stuk, Fred. Hoe kan dat nou? Ik weet het niet. Dus als er paniek is, dan komt niemand je helpen. Ik ga onderzoeken. Doe jij maar onderzoeken. Terwijl Fred even aan het onderzoeken is, jongens, dan ben ik echt... Kan ik jullie vertellen dat ik heel blij ben met het resultaat? Mag ik een rekening open anoniem? Ik denk dat anoniem wel mijn video kijkt. Natuurlijk, maar dan moet je bij Fred zijn, niet bij mij. Dus ik ga wel aan Fred vragen of hij een soort systeem hier wil bouwen. Want mijn handen gaan nu los van de bank. Ik heb het interieur gebouwd. Fred die staat daar, die is ready, of waarschijnlijk werkt zijn knopje. Ik heb het interieur gebouwd voor Fred. Ik heb de hele bank daar gebouwd voor Fred. Fred kan nu de rest gaan doen met zijn kluizen en met zijn klanten en weet ik wat allemaal. Maar dat is niet meer aan mij, dat ga ik loslaten. Zeg het eens, Fred. Heb je een paniekknop? Hij doet dit nog steeds niet. Ja, waar moet ik dan terugkomen? Nu is mijn volgende stap, jongens, om de bank, dus dat zeg ik, achter me te laten. Ik wil denk ik dat ding ook even weghalen. Het gaat wel heel veel tijd kosten, want het zijn allemaal blokken die best wel lang duren om te breken. Vooral het obsidian waarschijnlijk daar in het midden. Wel dat glas, daar ben ik blij mee, dat kan ik dan houden, paars glas. Maar dan is het denk ik tijd om als volgende dingetje te doen. Misschien dat daar even te fixen, omdat dat ik vorige video zei dat ik dat lager wilde maken. En dingen hier op het piertje maken eindelijk. Maar het ding is, jongens, ik heb natuurlijk best wel wat diamonds, best wel wat ijzer en zo. In mijn kist, in mijn huis heb ik natuurlijk veel meer ijzer en goud en allemaal liggen. Maar zou ik mijn diamonds er zo ook allemaal in deze kluis doen? In mijn energies heb ik het natuurlijk altijd bij me. Maar ik heb het gevoel als ik het in mijn kluis doe, dat het wel leuker op een leuke plekje ligt. Weet je, dat ik elke keer hier naartoe moet om mijn geld op te halen. Want dan is de bank ook echt gebruikt. Nou, gebruik jij je paniekknop eens. Dit is Star Wars, Fred. Dit is letterlijk een Star Wars tune, dit. Wat is de paniek hier aan? Paniekknop. Als je dat hoort, moeten we ontruimen. Dat betekent dat de bank wordt overvallen of zo. Bijvoorbeeld, oké. Okay. Duidelijk, maar kan ik ook iets bij deze robotjes doen? Of is dat gewoon voor simpele dingen? Moet ik gewoon voor mijn bankrekening altijd naar jou? Ik moet het de anderen nog leren. Ah, ze zijn aan het inwerken met z'n allen, zeker. Het systeem aan het snappen en zo. Waarom zit hier niemand? Vonden ze niet fijn. Dit is... Hier wil niemand werken of zo, op dit plekje. Nee. Oké, logisch. Ik zou er ook niet willen werken. Ik ook niet. Daarom sta ik hier. Ja, maar jij bent de eigenaar. Fred, ik vind het hartstikke leuk. Mag ik alsjeblieft kijken wat erachter zit? Of is het echt heel geil? Mag ik het zien? Kom maar. Oh, ik kom eraan. Dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik wil weten wat hierachter zit. Dit is het. Ja. Dit is het. Ik weet niet. Hierachter zit niks. Dat is de officiële kluis. Oh, wat ga je hier stoppen? Dat is de hoofdkluis of zo. Ja. Oké. Nee, leuk. Dan, dag Fred. Foutje. Fred, ik ga verder met mijn dagelijkse klus. Als ik jou was, maak vast kluis 1. Want ik wil graag mijn geld binnenkort hier allemaal storten. En al dat soort dingen doen. Dus veel succes ermee. Ik ga er vandoor. Ik heb nog een paar vragen. Nou? Moet ik schreeuwen of zo? Ja. Kom maar dichterbij. Zeg het eens. Fijn, nou kan ik zachter praten over de kluis. Moet ik informatie hebben? U krijgt hem gratis tot nu toe. Oké. Wat, ja, mooi. Op schaal van 1 tot 5, hoe sterke beveiliging wilt u? Doe maar 5. 5? 5. Hoe groot wilt u de kluis? Op zich wel. Wat voor keuzes heb ik? Even rekenen. 3 bij 3. 5 bij 5. 10 bij 10. Doe maar 10 bij 10, wil ik maar. Nee, 5 bij 5. Ik wil hem niet al te groot. 5 bij 5. Oké. Wat voor kleur wilt u de deur? U heeft keuze uit groen. That's it. En alle andere kleuren. Maar ik hoop dat u voor groen gaat. Ik wil... Nee, maar... Wil jij niet... Oké, weet je. Ik wil wel een groene kluis. Prima. Die is al bezet. Ja, maar, Fred. Ja? Doe dan maar gewoon een witte kluis, oké? Witte kluis. Ja. Staat genoteerd. Genoteerd. Nee, ja. Ik wil witte kluis. Oké. Was dat hem? Even denken. Ja. Fred, ik spreek je later, oké? Succes met de kluis bouwen. Doei. Jij bent Fred. Inderdaad. En ik hou van groen. Nou jongens, dat was het avontuur met de bank voor vandaag. Ik hoop dat Fred een mooie kluis gaat maken. Ik krijg blijkbaar een witte kluis met 5x5 heb ik gekozen. En hij is 5 sterren beveiliging of zo. Ik snap niet wat hij daarmee bedoelde, maar dat gaan we zien. Alright, in ieder geval voor nu laten wij een beetje verdere progressie maken. Ik weet dat Floor al deze rijtjeshuizen aan het bouwen is, jongens. Maar Floor, haar computer, die is kapot. Waardoor zij een week of 2 of zo gewoon niet meer online kon komen. Nou, inmiddels is dat al een week geleden. Maar omdat ik op vakantie ben geweest en nog een keer op vakantie ga... probeer ik dat voor jullie een beetje niet te laten merken. Maar goed, dat is niet belangrijk. Waar ik het over wil hebben is dat ik denk ik nu hier een rijtjeshuis wil gaan bouwen. Omdat ik dit straatje hier even af wil hebben. Puur zodat het dit gewoon af uitziet. En dan kunnen we dit allemaal van steen maken. En dan kunnen we doorgaan naar de overkant. Anders ben ik een beetje heen en weer aan het gaan...
En dan ben ik hier weer mee bezig, daar weer mee bezig. Ik moet gewoon een keertje één ding tegelijk doen. Tja, laten we even kijken of wij wat blokken bij elkaar kunnen rapen en kunnen stelen van Floor. Want ja, ik bedoel, ik ben de koning, ik mag dat. Denk, zou je zeggen. Als Floor online komt, dan krijg ik natuurlijk gewoon straf. Maar goed, laten we gewoon even helemaal proberen zonder inspiratiebron. Want hier heb ik natuurlijk Harry Potter voor gebruikt, maar zonder inspiratiebron. Een huisje een keer te maken. Normaal zoek ik altijd wel wat leuks op en wat dingetjes en weet ik veel wat allemaal. Maar nu wil ik een keer gewoon helemaal zonder enig idee waar ik aan ga beginnen gewoon iets maken. En kijken hoe ver we komen. Nou, we beginnen gewoon lekker simpel zoals dit met een vorm waarin wij gaan bouwen. En dat is deze vorm van het huis. Het wordt dus niet een al te groot huisje. Want er kan hier letterlijk nog één laatste huis tegenaan staan die wel wat breder is. Maar misschien dat ik hem dan eentje breder doe nog. Puur voor het feit dat het huis anders net te breed wordt en deze misschien te smal. Hier, we kunnen Fred zijn nametag ook gewoon zien. Die is ook lekker bezig, jongens. Kijk, wat een progressie wordt er vandaag weer gemaakt, hé. En daar houden we van. Progressie in Content Veen is een goede Content Veen aflevering. Ik ben echt maar wat aan het doen, jongens. Ik ben legit maar een beetje aan het kijken of ik wat leuks kan creëren. Ik hoop het en ik denk het van wel. Ik zou zeggen dat het me wel zou moeten lukken, maar we gaan het zien. Hallo Fred. Hallo. Ben je klaar met... Ik weet niet of je het alarm hoorde, maar het is vals alarm. Oh, ik heb niks gehoord. Ging het alarm af? Oh, je bent alweer weg. Oh, ik denk er gaat een hele conversatie starten. Maar hij is alweer verdwenen, die Fred. Ik moet eventjes mijn blokken hier ophalen. Even al deze shulkerboxen. Helaas kan ik dit allemaal niet meenemen, want ik heb te veel troep, jongens. Echt waar. Die bankbouw heeft me zoveel nutteloze ruimtes en kisten bezorgd. Waar ik echt niks aan heb. Althans, nutteloos. Al mijn troep is gewoon verspreid. Het hoort allemaal netjes gesorteerd te zijn, maar dat is het niet, helaas. Oh nee, het begint te regenen. Laten we maar snel slapen voordat Fred naar buiten loopt en niet doorheeft dat het regent en zijn systeem stuk gaat. Misschien dat ik binnenkort ook wat villetjes hierheen ga verhuizen, jongens. Dat die hier ook kunnen wonen wanneer ze willen. Die wonen inmiddels natuurlijk nog steeds allemaal daar. En sommigen hebben niet echt een huisje zoals Willy en Berend en Berendina. Die hebben inmiddels, die wandelen maar een beetje rond. Misschien is het een keertje tijd om die ook gewoon een leuk huisje te geven hier in het straatje. Want we hebben inmiddels woont hier Fred en Frank, die een onderzoek is gestart naar mij. Ik ben echt maar gewoon wat aan het doen. En het chillen aan dit soort huisjes is, jongens, je hoeft eigenlijk alleen maar de voorkant te maken. Want de zijkanten en ja, vooral de zijkant en de achterkant, die ga je toch nooit zien. Je kijkt, net zoals elk ander huisje die je hier ziet, de zijkant en de achterkant, die is niet eens aanwezig. Je hoeft alleen maar een mooie voorkant te maken, leuk dak erop en klaar. Nou, dat is precies wat we doen. En ik bouw het een beetje in de stijl waarin Floor al haar huisjes bouwt. Zodat het daar natuurlijk een beetje matcht. Ik vind het er wel al leuk uitzien, jongens. Laten we even een afstandje van nemen en dan even kijken hoe het eruit ziet. Maar ik moet zeggen, het begint wel al te matchen met de rest natuurlijk. Ja, kijk, dat gaat er uiteindelijk perfect bij passen. Dat zie ik nu al. Wat liefst erbij uiteindelijk, wat andere mooie dingetjes. Ik wil hier denk ik nog een schoorsteentje maken er tegenaan of niet. Of ik maak er gewoon net zoals dat een torentje van, zodat het hele idee van die toren een beetje terugkomt. En dan past er echt nog één perfect huisje tegenaan die ook tegen de bank aankomt. En dan is het rijtjeshuis af. En die van Floor, daar moet natuurlijk af. Maar dat moet ze zelf doen. Hier nog wat van die prachtige signs tegenaan. Signs, jongens, die maken zoveel dingen mooier. Maakt het lekker, ik weet niet waarom. Maar signs zijn gewoon echt leuk. Maar ik wil met mijn huisje de blaadjes wel iets meer georganiseerd doen. Namelijk zoals dit, in plaats van zoals Floor heel vaak doet. Een beetje een random plaats. Wat ik ook wel heel leuk vind. Maar ik denk dat ik ze gewoon zoals dat een beetje gecontroleerd wil hebben. In plaats van dit. Misschien op het dak wel. Maar ja, dit doe ik graag zelf niet zo extreem veel. Alleen in tuintjes of zo. Maar dit is een huis. Ik hou mijn huisjes mooi onder controle. Gaan wij ook met wit werken zoals hier? Ik denk dat ik ook met wit wil werken. Maar dan helaas, omdat het in het stijl past van de dingen, dus moet ik dat met concrete doen. Kijk maar, hier is white concrete gebruikt. En als het goed is... Oh, nergens anders. Maar... Oh, daar. Kijk, dat is ook white concrete gebruikt. En als ik denk ik dat blok gebruik, komt het te veel in de stijl van de bank. En nu springt de bank er helemaal uit. Oh, hou ik niet van white concrete gebruiken in medieval builds, omdat er geen tekst in zit. Denk dat ik het wel dus ga doen. Maar ik doe het met tegenzien. Zo, doen we hoppakee, hopsakee. Dan hebben we dit in ieder geval. Dan kunnen daar glazen in. Wil ik hier ook dan zo simpel hebben? Wil ik hier niet nog meer detail in hebben? Nee, dit moet open zijn. Gewoon een groot glas. Groot raam bedoel ik, groot glas. Hier hetzelfde verhaal gewoon. Hier trouwens wel, denk ik zo. Ja, en dan hier ook weer de trapdoor. Zo, ja, dit ziet er leuk uit. En voordat ik het dak ga maken, wil ik even weten wat ik hiermee ga doen. Want ik heb dit tot nu toe gewoon een simpele muur gemaakt. En aan de zijkant maakt het natuurlijk ook niet uit. Dat zeg ik de hele tijd. Het is een rijtjeshuis, dat ga je niet zien. Maar ik moet wel weten wat ik aan de voorkant doe. En ik zei dat ik er misschien een schoorsteen van wilde maken. Of gewoon een torentje. En nu heb ik er, ja, nu is het gewoon een vierkante muur. Niet dat het erg is, maar er moet wel iets gedaan mee worden.
Want in ieder geval ook vast de binnenkant eventjes doen. Door gewoon een plafonnetje en een dakje erin te maken zo. Als ik binnenkom dat het in ieder geval een beetje normaal uitziet. In plaats van echt heel random. Zo, dan doen we hier hebben we een stenen vloertje als... vloer. En dan kan ik het plafond misschien van hout maken. Zo. Even denken. Is dat nodig? Sowieso wil doen is de deur nog ietsje dikker maken hier. Nee, dat is niet nodig trouwens. Even een steen vloertje erin, dat sowieso. Hier wil ik de vloer iets lager hebben, waardoor we een verlaging erin hebben. Dat klinkt heel stom. Iets lager hebben, zodat we een verlaging erin hebben. Hier kan ik het gewoon, heb je een beetje diepte in het huis. Dan even belichten, want het is echt niet belicht hier binnen. Het is pikken donker. Zo, zo. Dat is al beter. Wat ik dan wel nog wil, is even een houten plafonnetje erin. Zodat het er een beetje anders uitziet. In plaats van één grote steenhonk. Zo. En hier wil ik dat trappetje hebben, naar die verlaging. Met mogelijk zelfs... Hier en hier dit, met daartussenin een mooie stenen wal. Kijk, daar voelt het al helemaal mooi. Dan kan hier zelfs misschien de trap komen hier. Maar dat is allemaal een probleem voor later. Laten we eerst de buitenkant afmaken. Ik ben nu heel raar, op een hele rare manier een huis aan het maken. Half binnen, half buiten. Ook een beetje gek om te doen. Maak het dak wel gewoon eventjes. Dan is dat in ieder geval gedaan. En dan gaan we een dak maken zoals elk ander dak wat ik altijd maak. En dat is een beetje een soort gothic stijl ben ik achtergekomen. Ik maak het al vaker. Maar ik ben erachter gekomen dat de naam ervan is. De officiële een beetje bouwstijlnaam gothic is. En dat wist ik niet. Dat je zeg maar zo'n hoogpuntdak hebt. Dat heet blijkbaar gothic. Oh, dit ziet er niet uit wat ik nu doe volgens mij. Volgens mij heb ik het dak heel raar gemaakt. Wacht even hoor. Even kijken. Hoe heb ik het puntje gemaakt op het dak? Ziet dat er random uit? Het ziet er enigszins random uit dat er ineens zo'n raar puntje op zit. Maar op zich ook weer niet. I mean, het is wel anders dan de andere daken. En dat is wel weer uniek eraan. Dat het er net wat anders uitziet. Maar ik vind het ook wel weer heel random. Er zit dus een pukkeltje op het dak. Dat laten we hem even iets minder, ja, random puntachtig maken. Oh, het gaat helemaal fout. Hier laten we dit dan gewoon simpelweg nu al zo afronden. Ik denk dat dat even wat beter is, dit. Ja, kijk, dit ziet er gewoon beter uit. Dan gebruiken we natuurlijk deep slate aan de binnenkant. Want we moeten wel consistent blijven met onze stijl. Of floor de stijl nogmaals. En laten we dan van dit gedeelte maar een torentje maken, jongens, hè. In plaats van dat ik er al te moeilijk over doe. Hier, de torentje is dan 4, 4, 4. Zo, kijk. 4 bij 4. Dan is hij leuk, denk ik. Maar dan klopt het weer niet. Ik denk dat hij 5 bij 5 moet zijn. Het is wel groot en breed voor een klein huis, maar... Oh, wat doe ik nou? Dan klopt het iets meer. Puur omdat anders het dak zo raar erin overloopt, weet je. Kijk, nu stopt het dak hier en dan kan ik gewoon lekker verder aan de slag gaan zo. Kunnen we het dak gelijk afmaken, mooi. Ik wil al vaker zulke huisjes bouwen, jongens. Het is tot nu toe echt heel makkelijk om gewoon maar een beetje iets te doen. Dan bouwen we dit torentje nog net wat hoger dan de rest. Zodat het een torentje is die... Oh, jongen, ik moet weg met die blokken. Ga weg. Zo. Zodat het daadwerkelijk een toren is. Meestal zijn torens hoger dan de rest. Zou gek zijn als dat niet zo was. Nou, nog eentje dan om het af te maken. Eén laagje erop. Hij wordt nu al wel per ongeluk hoger dan de muur. En daar moet ik mee oppassen. En laat ik hier dan hetzelfde doen. Zo. Gewoon een simpel puntdak maken in plaats van een... Ja, kijk, Flor heeft daar een torentje die zeg maar een puntdak zoals dat heeft. Daar in de verte. Maar ik wil hier ook gewoon een zo'n puntdak van maken. Niet, kan het niet eens nabootsen. Ben een beetje gek. Jullie zien het wel gewoon, weet je. Kan er wel moeilijk over doen. Maar jullie zien het wel. Zo. Ziet er goed uit. Laten we even de laatste dingetjes doen en dan is hij gewoon af. Nou jongens, ik ben er tevreden mee. Zoals het eruit ziet. Het is erg leuk. Gewoon een lekker simpel huisje is het geworden. Ik heb hem een beetje van buiten verlicht. Want het viel me op dat dat bij de rest niet gedaan was. Alleen bij die vanwege de schoorsteen die erin zit. Maar ik heb gewoon twee lentes daaraan gehangen. Ziet er leuk uit. Leuk effectje voegt er toe. Van binnen is het natuurlijk nog helemaal leeg. Zoals altijd met mijn gebouwen. Ik bouw nooit wat van binnen. Bijna nooit, zeg ik terwijl ik letterlijk vandaag een timelapse van een interieur heb gemaakt. Maar meestal bouw ik nooit gelijk de binnenkant. Zoals je kan zien. Hartstikke leeg. Laat ik in ieder geval wel eventjes de trap maken. Ik denk dat dat wel zo leuk is. Die gaan wij ook gewoon hier maken. Zo. Gewoon een simpel houten trappetje. Kan het hierheen? Zeg maar dat het hierheen kan. Dan sloop ik niet de muur. Kijk! Dit wist ik al, jongens. Dit wist ik vooraf al. Vooraf gepland. Niks aan de hand. Oké, dan kom je bovenuit. En je kan het natuurlijk nog een beetje uitbreiden hier door gewoon deze muur weg te hakken. Mijn witte steen komt tekort, dus iemand moet dit maar een keertje afbouwen. Heb ik nu geen tijd voor. Ik heb er gewoon geen zin in. Dus ja, ziet er allemaal goed uit. Allemaal hartstikke tevreden over. Zo, trappetje ziet er leuk uit. Dit ziet er leuk uit. Je kan hier zelfs gewoon dit naar de bovenkant. Zoals dit, zo. En dan kan iemand die hier een keer wil wonen, die maakt zelf maar zijn interieur. Hier, deuren gesloten, huis is af. Hoppakee, zoek het maar uit. Floor, maak jouw huisje maar af binnenkort zodra je computer weer werkt. En dan is het ook aan jou de eer, Floor, om het laatste huisje hier te maken. En dan gaan we nu eventjes kijken wat Fred allemaal aan het doen is. Wacht, eerst even de spulletjes droppen. En dan kijken wat Fred allemaal aan het doen is.
Fred, wat is dit? Lege boekjes informatie aanvragen. Hallo daar, menselijk persoon. Welkom bij de bank. Om een kluis te openen, moet u een paar vragen beantwoorden. Laat deze achter in de kist en wordt gebouwd aan uw kluis. Vraag 1. Oh, dit zijn de vragen die hij ook mij gesteld heeft. Welke kleur wilt u de kluister? Wat is uw naam? Waar woont u binnen? Komt uit Veen? Als u alle vragen heeft ingevuld, zal er een prijs worden opgemaakt. Oh, een prijs natuurlijk. Een betaalprijs worden gemaakt. Groetjes, Fred. Maar laten we Fred even lokken, jongens. Ik heb een idee. Hier, de paniekknop. Misschien dat dit Fred lokt. Dan... Oh! Wow! Fred! Wat is er aan de hand? De gast, het is net alsof Darth Vader hier ineens voor mijn neus stond. Het was echt gewoon... Dun. Tun, tun. En jij stond daar gewoon echt als een idioot. Ja. Hoe gaat het met de progressie, Fred? Goed. Ja? Het ziet er... Ja. Ik heb je boekje gelezen. Je neemt het wel serieus, hè, de bankeigenaar zijn. En ik zie al dat je een hele gave kluisdeur hebt gemaakt. Ik ben echt oprecht onder de indruk hoe je dit hebt gedaan. Dat klopt. Ik ook. Hoi. Hallo, Fred. Hallo, ik ben Fred. Is mijn kluis al klaar? Nee. Nee? Nee. Mag ik ook nog niet kijken, zeker, hè? Nog niet. Nog niet. Oké, nee, dat vind ik prima. Hey, ik kan gewoon even kijken. Ziet er goed uit. Ik ben trots op je. Ik heb een nieuw huisje gebouwd in de Rijtjeshuisstraat. Dus niet schrikken dat er ineens een nieuw huis staat. Nee, je hoeft niet gelijk te gaan kijken. Ik wil kijken. Kom maar. Doe jij de deur dicht? Welke is het? Deze? Ja. Wow, ik vind het cool. Dat vond ik echt heel cool, Fred. Daarom ben jij de robot. Daarom heb jij dit gefixt. Dat bedoel ik. Dat bedoel je. Nou, let's go. Kijk, daar staat hij. Dit is hem. Hij is waar? Deze. Dit huis hier. Fred. Fred! Weet je wat? Hij hoeft het ook niet specifiek te zien. Ik heb hier een nieuw huis gebouwd. Ik weet dat er een nieuw huis staat. Voor mij is het goed genoeg gewoon. Oh, ik kan echt niet wachten tot hier ook nu een huis staat. Op dat laatste plekje. Want dan kunnen we dus de vloer hier helemaal maken. Fred, waarom heb je een taart? Ik heb taart gebakken voor de nieuwe buren. Er woont alleen nog niet echt iemand. Hallo. Ik ben Fred. Ik doe open. Er woont nog niemand, zie je? Hebben ze een tafel? Ja, nog niet. Mooi. Het dak is lek. Fred, ga jij lekker verder met je kluis? Ik ga de laatste dingetjes regelen. Ik en zet dan de taart neer. Zet daar jij de taart neer genieten. Voor de nieuwe bewoners. Ik vind het helemaal prima. Rare voordeur. Heel hoog. Succes nog even, Fred. Hetzelfde gewenst. Oké, laten we Fred lekker verder gaan met dat ding. Dan ga ik even vragen aan Frank hoe het met het onderzoek gaat. Ik ben heel benieuwd. Laten we even aan hem vertellen dat de bank nieuw is, jongens. Oh, hij heeft tegenwoordig pressure plates. Of had hij die al? Hallo, ik weet je naam nog niet van de agent hier, maar ik wil graag inchecken om even te praten met je baas, met Frank. Frank Boudewijn Impelmans, ik weet niet of hij thuis is. Ik weet niet of hij ergens te vinden is. Is er een bel waar ik op kan drukken? Een baliebel. Hallo, meneer. Hallo. Ga maar zitten. Oh, ik ga wel zitten. Oké, prima. Huh, hallo? Wie is dit? Wie ben jij? Oké, er is blijkbaar een hond aangehouden. Ik ga deze keer hier zitten. Er is blijkbaar een hond aangehouden en die is geplaatst hier. Maar ik wist niet eens dat hij in mijn dorp was, überhaupt in mijn stad. Ik wist niet eens, wat doet hij hier? Ah, hallo. Frank, hallo. Goedendag. Wie is dit? Die wilde me bezoeken. Ja, wie is dat? Ja, let niet op de hond. Die hebben we gevonden. Hij liep los in het park. Die dachten we, die moeten we meenemen. Misschien komt hij ook wel uit een andere dimensie, dus hij moet mee. Ik heb nog nooit hem rond zien lopen in mijn park. Dat maakt het allemaal nog vreemder. Ja, dat snap je zelf ook wel. Ook heel vreemd voor mij. Hé, kan je ze meelopen naar buiten? Dat zou wel kunnen, ja. Kom, ik wil je wat leuks laten zien. Ik heb het wel druk, dus we doen niet ja, de tijd. Ja, dat maakt niet uit, maar kijk. Midden in het onderzoek. Ja, ik moet voorstellen dat het onderzoek natuurlijk hartstikke duur is en veel geld kost en weet ik wat allemaal. Nou, hij heeft Kont uit Veen, mijn dorp hier, mijn stad, heeft een nieuwe bank geopend. Hij is bijna klaar, dus hij is bijna geopend trouwens. Maar je kan daar tegenwoordig met Fred de Robot een kluis openen. En ik dacht, misschien vind jij het ook wel leuk om je eigen rekening te openen. Een eigen kluis te krijgen. Namens de buurman van mij. Ja, dat is de buurman van jou. Daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Hoezo niet? Hij heeft zo'n mooie bank. Dat mag zo zijn. Maar, dus jij wil geen kluis openen bij hem? Nou, weet je wat het is? Mijn geld staat op de rekening van de staat. Dus waarom zou ik een kluis moeten openen? Ja, weet ik. Voor misschien moet de staat. Waar haal je dat geld vandaan? Moet je helemaal telkens heen en weer of zo? Nee, dat wordt gewoon op een bankrekening geschreven. Ja, maar jouw bankrekening moet je daar openen, hè? Daar heb je me. Ja, daar heb ik je. Oké, nee, dan zal ik Fred informeren dat jij binnenkort ook wel een rekening kan openen. Of trouwens, je kan er zelf heen. Ik bedoel, jij kent waarschijnlijk heel de stad toch al inmiddels. Wat doe je? Mag je heen? Terug. Oh, zo terug. Oh, jij gaat nu een rekening openen. Ik kan maar even een kijkje nemen, ja. Spuug je nou... Dat ga ik tegen Fred zeggen dat je dit hebt gedaan.
Nou, Frank, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb geen idee. Ik heb het vandaag afgebouwd en Fred gegeven, dus hij is nu de eigenaar. Kijk, hij staat al klaar. Hij staat te wachten op je. Ben je er klaar voor, Frank? Is dat nou die buurman? Dat is de buurman. Heb je hem nog nooit gezien? Ah! Nee. Ik schrik me elke keer kapot als jij je bril niet op hebt. Is gelijks. Nou, laten we dan maar eens even gaan praten. Goeiedag, ik zou graag rekening met haar openen. Je moet naar Fred... Je moet naar Fred gaan, niet naar zijn hulpjes. Fred is daar, in de verte. Nee, niet deze. Ben jij Fred? Sorry Frank, deze zijn nog aan het leren. Deze kent het systeem nog niet. Goed, oké. Nou, nog één kans. Waar moet ik naartoe? Achter je, letterlijk daar staat Fred. Bij informatie. Nou... Goeiedag, je moet Fred zijn. Ja, dat klopt. Ik ben door meneer Max, die heeft me eigenlijk gezegd dat ik hier een rekening kon openen. Dat kan natuurlijk, hoe kan ik u helpen? Nou, dat zeg ik toch, een rekening. Is hij altijd zo'n onnozel? Hij is meestal, dat is Fred. Hallo, ik ben Fred. Ja, nou goed, ik zou graag een rekening willen openen en het mag allemaal wel een beetje opschieten. Dat kan, ik kan u helpen. Als u hier beneden kijkt in de kisten, dan kan u daar de vragen invullen en dan kan ik iets openen voor u. Een kluis kan ik openen voor u. Mooi, hè? Nou, ja, dat is volgens mij wel de bedoeling van deze bank. Dus dat lijkt me wel fijn. Ja, dat lijkt mij ook fijn. Goed, mag ik dat ook thuis doen of moet dat hier? Wanneer jij maar wilt. Ik ben Fred en ik hou van groen en ik ben aan het werk. Ja, nou, ik ben ook aan het werk, dus ik zal hem thuis even invullen, even rustig bekijken en dan zal ik dat doen. Ja? Oké. Ja, vind ik hem mooi. U ook? Nou, staat hij uit of zo? Ik denk dat hij op is. Ik denk op? Dat... Ja, op. Soms is Fred op. Dan moet hij aan de lader. Dus ik denk dat we hem even erheen moeten tillen zometeen. Maar dat komt wel goed, oké? Ik zal hem aan de lader tillen. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel tijd voor, dus... ik zal hem aan de lader tillen, komt goed. Of ik zal wel eens een lader naar hem toe brengen. Is goed. Nou, dan ik ga in ieder geval even weer naar huis. Ik ga deze invullen en verder met het onderzoek. Dus denk maar niet dat je daar in ieder geval vanaf bent. Ja, nee, ik heb je geholpen, hè, met een bankrekening. Dus... we gaan weer verder met het onderzoek, dus er komt bericht, dat weet u dat. Ja, ik weet dat er bericht komt. Doe jij je ding, doe jij lekker je ding, ga jij je onderzoek verder doen? Er komt bericht. Er komt bericht. We gaan verder. Je gaat verder. Hou je in de raad. Oké. Jongens, laat ik Fred even aan de lader zetten. Hier, volgens mij werken de entrots als laders. Dus als ik hier gewoon zo... Oh, hij kijkt er al naar. Zie je, zijn systeem... zijn systeem is wel nog goed genoeg om naar de dinges te kijken. Wat ben je aan het doen? Je staat toch uit? Nee. Waarom reageer je dan niet meer op hem? Haal dat ding weg. Je reageerde niet meer op Frank. Dat klopt. Waarom? Ik vond hem eng, dus ik wilde niks meer zeggen. Oké, dat was de reden. Ik dacht dat je oppas. Hey, ja, ik deed alsof... Fred, succes nog even met werken. Ik ga lekker... ik ga weg, doei. Waar ga je naartoe? Dat is niet belangrijk. Help. Ik ga je niet even arm helpen. Er is letterlijk niks aan de hand. Alright, jongens. Het is inmiddels in het echte leven. Weer 21:30 s'avonds. En ik ben met deze video begonnen om 12:00 s'middags. Dus het is tijd om af te sluiten. Het interieur van de bank duurde langer dan verwacht. Het huisje bouwen, dat duurde niet zo heel lang. Maar het heeft in totaal dus gewoon best wel wat uur gekost om deze video weer te maken. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Veel progressie, hele interieur van de bank. Dat huisje erbij. Frank die is iets met een onderzoek bezig, maar dat wist de vorige keer alleen. Ik ben vrijgelaten. Fred die heeft een hele mooie poort gemaakt. Hartstikke leuk dus weer allemaal. Maar voor nu, kijk lekker deze video, want dit is het vorige content. Veendeel, heb je hem nou gemist? Dan moet je gewoon even helemaal van nul tot het einde kijken. En dan ben je weer helemaal up-to-date. Apart. En nu spreek ik later, graag zo hard tot de volgende video.